Hey, welkom terug bij mijn... Hey, en welkom terug bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Abdella. Ik heb net gedaan met sporten. En zoals jullie waarschijnlijk zien, ben ik volop aan het meezingen met een leuk liedje. Een mooi liedje van iemand van House of Talents trouwens. Voor nu ga ik mij nog niet douchen, want ik moet mijn water eerst nog laten koken. Om me terug op de ouderwetse manier te douchen, dus ik hoop dat de huisbaas snel de installateur aan de haak slaat. Hij is ermee bezig, heeft hij me laten weten. En mijn arm is een beetje moe, vandaar mijn hele tijd de wissel in mijn camera. Maar daarnaast ging ik zeggen, dus ja, op dit moment kan ik me nog niet, allee, kan ik me wel douchen, maar eerst moet ik mijn water laten koken. En terwijl mijn water gaan koken is, ga ik eigenlijk gewoon ondertussen mijn andere vlog editen op mijn laptop. En dan straks, als dat gedaan is, denk ik dat ik even bij Lindsay ga passeren, want ik heb nood aan een babbeltje gewoon. Voilà. Amai. Mijn keer terug, mooi gedoucht. Ik zal u een keer tornen, hè. Ik zal jullie al eens een keer meenemen op welke manier ik me eigenlijk douche. Want ja, de vorige vlog had ik gezegd dat ik me op een heel ouderwetse manier douche. En om het jullie eens te laten zien, zal ik het tonen. Want niet vergeten, mijn boiler is stuk, hè. Dus gewoon hier met deze emmer douche ik mee, vul ik met warm water en wat koud water. En dan is het maar gewoon wassen gelijk op een ouderwetse manier. Want hier is mijn boiler. En die is kapot. Zelfs als ik dat doe. Niks. Niks. Dus ja. Nog even wachten tot wanneer dat de huisbaas dit probleem oplost. Of de installateur langskomt om de nieuwe boiler te plaatsen. Ik ga wel blij zijn als de nieuwe boiler er is. Want ik voel het wel een beetje nu dat het wel aangenaam is om op die manier nog te douchen. Eigenlijk dat ik nu doe. Maar dat ik toch veel liever ergens ook nog onder warm stromend water sta. En nu ja, gaat dat niet in. Zo, ik ben klaar om naar het centrum te gaan. Hier, eigenlijk in mijn vorige vlog had ik misschien laten weten, of ik weet niet of ik dat er heb ingestoken of niet. Maar dat ik op zoek was naar een nieuwe oorring. Dus ik dacht naar de piercingwinkel ben geweest, maar die was toen gesloten. Dus ik ga nu terug opnieuw gaan in de hoop positief nieuws te kunnen meedelen en dat ik een nieuwe oorring kan laten steken. En dan ga ik ook een keer vragen voor een neuspiercing. Yep, dan ga ik een vragen hoeveel dat kost om dat te laten steken. En je ziet er hier al verbluffend goed uit op de lamp. Dank u wel. Zo, ik zit op dit moment bij de piercing salon Moor. Het gaat niet zo op vooruit, zou ik zeggen. En Maurice heeft me net ook gebeld. En die heeft binnen. Ja, 10 minuten thuis staan, dus ik weet niet of ik het hier nog ga volgen. Oh, Karte, welkom! Ja, ja. Is dat een crème fraîche? Wat is dat? Nee, dat is een powerbank van mijn gsm op te laden. Feelings got always keeping us close, but it's strange now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. Voor de mossels. En met die ook voor de bosselen. Nee, dat is gewoon voor mezelf. Voilà, nu zijn we. Kijk, Maurice en haar daar. Dit heeft ik bellen. Straks zal ik wel de achterkant laten zien. We zijn nu thuis. Ik heb ondertussen eigenlijk een klein dweilje geslaan bij mij thuis, zoals jullie waarschijnlijk zien. Dit omdat ik al mijn vuilzakken die eigenlijk op mijn balkonnetje stonden, naar buiten heb gedaan. En sommigen lieten een aantal vuile sporen achter, dus heb ik die nu ook opgekuist door een klein dweeltje. De vorige Maurice is nu zijn auto wat dichter aan het parkeren. En daar ga ik zo meteen eens beginnen koken. Want dat moet ook gebeuren om eten op tafel te zetten.
Oh, yes. Dus ik ben wel. Voilà, daar loopt blij. Maurice. Hij ging normaal zijn auto wat dichter zetten. Maar dat doet hij niet. Allee, wat gaat hij nu weer al doen? Pas op, hè. Oh, Leon. Mensen kunnen een attack krijgen. Oh, je sprong letterlijk 10 meter in de lucht. Ja. Ik weet dat die stand is toen de borden weer. Te wat, fuck time. Koriander, bladpeterselie, ajuin, kip en dan de kruiden die ik gebruik. Kippenkruiden, zout, paprika, curry en dan olijfolie. We gaan eigenlijk pasta kip maken, dus we gaan eerst de kip bereiden. Wat heel belangrijk is, zodat de kip heel mals is, maar ook heel goed van smaak door de kruiden. En daarna gaan we dan de pasta koken en dan is het de bedoeling de kip nog te maken door de pasta te doen. Wel, beste mensen, we zijn hier nu bezig aan het proeven van Abdella zijn kunst en ik moet zeggen, echt, het is heerlijk, eigenlijk verrukkelijk. Wat is het? Het is spaghetti op zijn Abdella's met een lekkere kip. Zo, we zijn ondertussen avond. Maries heeft mijn muur even ver gemaakt door de spit te vermoorden. Ik heb hier... Oké, dat zien jullie zo beter. Hier, thee gemaakt, olijfjes aan bij me. Maurice eet geen olijfjes en ik heb daarna voor Maurice ook, omdat hij geen olijven eet, andere kleine gebakjes. Dus we gaan genieten van deze avond en ik sluit deze vlog af. Vergeet zeker geen blauw duimpje uit te brengen en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer je dan even door op die rode abonneerknop te klikken. Of op het einde, op het cirkeltje met mijn gezicht en dan nog eens op het belletje, want zo mis jij geen enkele andere nieuwe video. Maar voor ik helemaal afsluit, zeg ik altijd, just be happy, be proud and be yourself. Love you, see you, bye! Dance.